Welkom in het eerste filmpje van de wetten van Newton toegepast volgens leerling van fysica vandaag 6. We gaan eerst eens kijken naar de gravitatiekracht. En die is bestudeerd geweest door Newton. Nu, de gravitatiekracht is één van de vier fundamentele krachten. Je kent de sterke kernkracht, de zwakke en de elektromagnetische. Wel, de vierde is de gravitatiekracht. Nu, er is nog heel veel onbekend van, zoals welk boodschappersdeeltje. Dat zou het graviton zijn, maar dat is nog niet bewezen. Maar door onderzoek hebben we al wel formules kunnen opstellen en dat heeft Newton al gedaan. Nu, twee massa's, daar gingen vanuit, of heeft hij ondervonden, die trekken elkaar aan. En de kracht waarmee het ene voorwerp het ene aantrekt, trekt het andere voorwerp ook het ene aan. Dus trekken elkaar aan met dezelfde kracht. Nu, die kracht is evenredig met de ene massa, maar het is ook evenredig met de andere massa. En daarnaast is die omgekeerd evenredig met de afstand in het kwadraat. Dat is experimenteel aangetoond, dus kon er gezegd worden dat die kracht evenredig was met massa 1 maal massa 2, of massa A maal massa B, gedeeld door de afstand in het kwadraat. Nu ja, dan hebben we constanten nodig om er een gelijkheid van te maken. Die constante is grote G, zodat we deze formule krijgen, en die we uitgebreid gaan gebruiken. Dus de gravitatiekracht tussen twee massa's is de universele constante G, universele gravitatieconstante G, excuseer, maal massa A, maal massa B, gedeeld door de afstand in het kwadraat. Hoeveel is die grote G nu? Wel, die is 6,674 maal 10 tot de min 11e newton meter kwadraat per kilogram kwadraat. Die heeft Newton zelf niet kunnen vaststellen, dat heeft Cavendish moeten doen, en dat kan je vinden in het handboek, die je daar meer interesse voor hebt, hoe dat juist gevonden is. Je kan die formule ook in zijn vectoriële vorm schrijven, want dan krijg je altijd een vorm. We hebben dezelfde formule, maar dan nogmaals de eenheidsvector. Nu, we gaan die formule eens in een voorbeeld bekijken. Bereken de kracht waarmee de aarde aan de maan trekt, en dus ook omgekeerd, op het moment dat ze dicht bij elkaar staan. Dat is op 363.295 kilometer. Wel, dan hebben we de massa van de aarde nodig, 5,98 maal 10 tot de 24ste kilogram. De massa van de maan, 7,36 maal 10 tot de 22ste kilogram. De onderlinge afstand, die we zojuist gegeven hebben, en dan is gevraagd de kracht. Wel, dan is onze formule F1 is gelijk aan F2. Hier staan er nog met 1 en 2, maar A en B mag even goed. En dan is het gewoon alles invullen, hè. Onze constante, de ene massa, de andere massa, en de afstand in het kwadraat, niet vergeten, kilometer, moeten we omzetten naar meter. En als we dit allemaal uitrekenen, bekomen we 2,22 maal 10 tot de 22ste newton. De kracht waarmee dus de aarde aan de maan trekt. En omgekeerd. Zo, dat was het voor dit eerste filmpje.